Aan doelen geen gebrek op het trainingscomplex van FC Den Bosch. Maar de doelmannen zijn dus dunner gezaaid. Brahim Zari, de 18-jarige jeugdkeeper, zal de komende maanden dus in het doel van FC Den Bosch moeten staan. Zelf maakt hij zich daar geen zorgen over. Wat goed is, komt snel en waarschijnlijk ben ik al goed genoeg. Ja, kijk, Brahim is een groot talent. 18 jaar nog pas. En die heeft op het moment dat hij Nicky heeft moeten vervangen vorig jaar en ook afgelopen vrijdag in Leeuwarden heeft hij het prima gedaan. Dus wat dat betreft zijn we daar wel blij mee. Zari wordt als een groot talent gezien, maar toch willen ze bij FC Den Bosch er voor de komende maanden nog een ervaren keeper bij. Maar ja, goed, de transferwindow is gesloten, dus je komt dan altijd snel uit in keepers die op dit moment geen werk hebben. En als we iets halen, moeten we wel zeker weten dat het goed is. Ja, want keepers zonder werk zijn meestal niet de beste keepers. Nou ja, goed, dat zijn jouw woorden. Als die keeper niet gevonden wordt, kan er wellicht binnen de club nog gezocht worden. Jan van Grinsven is er immers als trainer in dienst. En vorig jaar had hij nog bijna, op 47-jarige leeftijd, zijn rentree gemaakt bij FC Den Bosch. Nee, want nu is het voor enkele maanden. Dus dat is voor mij niet te doen. Vorig jaar was het kortdurig. En was het in principe maar 2 wedstrijden. En daar kon ik nog net aan. Maar dit wordt iets te lang. Nou, we hebben Jan weer over laten schrijven richting zijn clubje Den Dungen. En om hem weer terug te laten overschrijven lijkt me niet een goed plan voor hem ook niet. Hij is ook weer een jaartje ouder, dus laten we maar andere oplossingen proberen te zoeken. Van Grinsven dus niet meer in het doel bij FC Den Bosch. En of er nog een nieuwe keeper gevonden wordt, is de vraag. Dat Brahim Zari de komende tijd aan de bak moet, is wel zeker. Kun je eens wat kwaliteiten van jezelf aangeven, behalve dat je er alles voor over hebt? Ik denk wel dat ik een vrij atletische keeper ben. Snelle reflex en 1 tegen 1 ben ik goed. En ballen tegenhouden kun je hopelijk ook aardig. Ja, dat denk ik wel, ja.